Namens het Grachtenfestival wens ik jullie van harte welkom in dit prachtig huis. Willen jullie controleren dat de telefoons uitgeschakeld zijn alstublieft? In principe mag u geen foto's of opnames tijdens het concert maken. Na afloop mag dat wel. En voordat wij het concert van Yegor Sidorov en Maxim Samsonov gaan beluisteren, geef ik het woord aan Ruud Carosa. Die gaat u wat vertellen over het huis. Nou, veel plezier. Ruud Carosa. Maakt niet uit. Welkom allemaal in dit huis wat we jaarlijks openstellen voor het Grachtenfestival. Sommigen komen hier al voor de zoveelste keer. Heel erg leuk. Terwijl je niet weet naar welk adres je gaat. Dus dat is echt stom toeval. Heel grappig. Het huis is van 1615. En er zijn leuke oude details aan, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen vernieuwd. Zoals, dit was dus vroeger twee kamers, zoals u eigenlijk ziet. En dit was de ontvangstkamer van de zakenman. Die had zijn eigen deur vlak bij de voordeur en die deed hier zijn zaken. Aan zo'n betaaltafel stel ik mij voor met zo'n la. Waar het geld in. En dat was echt de salon. Daar gingen hier natuurlijk de deuren open en dan werd daar echt ontvangen. Die schilderingen zijn van rond 1900, dus veel later, van meneer Reijinga, die hier toen woonde. En zijn eigen bedrijf had hier als decorschilder. En dit was zijn visitekaartje. Nou, dit is allemaal beschreven wie dat allemaal zijn. Apollo en de muzen en zo. En in een klein boekje wat over dit huis geschreven is. Heel erg leuk. Verder zijn er een heleboel dingen daaronder. Waar u naar de wc ging, daar is links dan was de keuken. En daar zie je nog een grote schouw. Maar daar slaapt nu Vanessa Waldhart, die vanavond moet zingen bij het Prinsengrachtenconcert. Dus daar kunnen we niet in voor de garderobe. Maar dat zo zijn er door het hele huis heen leuke oude details die, waar we erg van genieten. Ik wens u een heel bij voordat ik u het woord geef aan de muzici. Dit boekje krijgt u bij de uitgang, omdat ik vrijwilliger ben bij de Noorderkerkconcerten en ik daar een promotor van ben. Dus heel graag als u dat mee wil nemen. En u heeft twee soorten programma's. En daar staan, bij nadere check, staan daar volledig andere programma's op. Oh. Dus ik, ja, gisteren was... Ik dacht alleen de volgorde is anders. Oh. De volgorde is anders. Ja, ja. Oké, okay. Onze Russische grachtenfestival vrijwilliger, die kan dat dus vertalen. Maar ja, de jongens kondigen niet zelf aan. Henk, de jongens kondigen niet zelf aan wat ze gaan spelen. Nee. Want nee, dat weet ik ook niet precies, dus we kunnen gewoon genieten, denk ik. Gewoon genieten van dit fenomenale talent van deze Igor en Maxime. Heel veel plezier. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dat vind ik.
Thank you.
Ja.
gaan werken. Ja. Thank you.
Thank you.